Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor GamersNetGear, waarin we altijd allerlei leuke tech behandelen. Gadgets, gamer, gear, het is allemaal geschikt voor de gamer. En dit al helemaal, want het is een flight stick. En die hebben we volgens mij, dat is de eerste keer dat we er eentje hebben in GamersNetGear, toch? Het is elke keer weer een nieuwe wereld waar we instappen in de wondere wereld der gear. Het is de T-Flight HOTAS 4. HOTAS? HOTAS. HOTAS? Ja, ik weet niet hoe het is. Ja, wat ik lees is hot ass. Nee, dat zullen ze niet bedoelen. Nee, ja. Van Thrustmaster. En het is eigenlijk het flightstick equivalent van de T150 stuur die wij een paar maanden geleden hebben behandeld. Ja, check even de beschrijving. Die hebben we daar staat de video dan in. Vaak vergeten we dat dan, maar dat doen we. Gaan we toch proberen te doen. Herinner ons eraan als die niet in de beschrijving staat. Maar dat wil dus zeggen, voor je PlayStation, dat allereerst. Sowieso. Eventueel op PC. Mag ook. Maar het is gemaakt voor de PlayStation. Zet ook heel groot PlayStation op en hij is in de PlayStation Club kleuren. Ja. En de prijs is dan ook ongeveer hetzelfde als die 250 euro? Hij is 75 euro, 70 euro, 80 euro, dat rond die price range. Dat is niet duur. Vind ik ook niet, want het is best wel een complete flightstick die eigenlijk alles heeft. Kijk, het antwoord bij alle tech en gear is als je er 500 euro aan uitgeeft, dan heb je inderdaad meer. Ja, maar dat is ook zo'n dooddoener. Ja, als ik meer zou betalen, zou ik meer krijgen. Oh, dat echt? Klopt ook. Oh, echt? Meen je dat? Ja. Maar dat hadden wij niet verwacht. Wat de T150 is een beetje de meest betaalbare force feedback stuur voor de PlayStation. Mm-hmm. Is dit gewoon de meest betaalbare en eigenlijk enige flightstick voor de PlayStation 4. Die alle opties heeft wat een flightstick heeft. En dat vind ik heel tof, want het is niet alleen de flightstick. Het is namelijk ook de throttle. De throttle. Dat vind ik heel fijn. De throttle is heel vet. Het klopt dat je er ook nog een gaspedaaltje op aan kan sluiten, toch? Dat is waar. Dat kan je via de... Maar dat hoeft dus eigenlijk niet, want je hebt hier al... Je kan alles met je maar handen. Als je World of Tanks speelt en je wil je tank bedienen hiermee, dan is dat natuurlijk wel vet. Ja. Dan moet ik zeggen, ik vind dit altijd vetter. Ja, het voelt heel alsof je in een cockpit zit, ja. Het is... goed, hij is helemaal à la PlayStation. Hier op je throttle zitten de PlayStation knoppen. Dus kruisje, rondje, vierkantje, driehoekje. Ja. Hier zit de PlayStation knop en hier heb je allerlei knoppen om je gevechtsvliegtuig te bedienen. En het is echt heel erg, en dat is hetzelfde als met race sturen, in het begin heel moeilijk. Hoezo is het heel moeilijk? Ja, je zou zeggen het is heel intuïtief, dat is het ook wel, alleen het is heel secuur ook nog eens. Ja, dat heb ik ingesteld, hè? Heb ik ook ingesteld. Ik heb de secuurheid omlaag gehaald. Want hij was te. Ja, vond ik. Ja, oké. Okay. Ja, dan hebben we het over in WarTender, hè? Ja, want dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Waar ga je in godsnaam mee vliegen op de PlayStation? Nou ja, daar is dus WarTender eigenlijk zo'n beetje als enige, al kun je natuurlijk ook World of Tanks en zo ermee doen. Maar hoe bedoel je dat hij zo secuur is? Nee, is niet gewoon... hoe je hem voelt, maar hoe die in de game is. Hoe die in de, gewoon te twitchy, zeg maar. Ja, het was heel twitchy, dus daar moet ik heel erg aan wennen. Maar dat is met een race stuur ook, vind ik. Ja, als je in het begin een race stuurt, dan ga je altijd crashen. Dan moet je gewoon aan wennen. Maar als je het helemaal gewend bent, dan wil je niet meer anders. Nee, dat is ook zo. Of dat zo is met deze, dat weet ik niet. Het is een super toffe manier om te vliegen. Je gebruikt deze om te pannen. Hoe noem je dat? Je X-as, je turn, je rudders? Je rudder, ja, heel goed. Dankjewel, Tom. Ja. En hiermee vlieg je gewoon. En het is gewoon super basic, super stevig, maar wel heeft alles wat een goede flightstick moet hebben. Ja, dan valt er ook zo weinig op aan te merken. Is ook. Ja, je hebt hier nog een andere triggers. Je hebt eigenlijk drie verschillende triggers en je D-pad zit hier. Ja, je D-pad is natuurlijk je vierpunten druktoets. Dat kun je natuurlijk in alle axissen duwen en het is wel... Ik zie mezelf er ook wel een stukje mee vliegen. Nou, heeft hij trouwens ook force feedback? Geen force feedback. Maar hij veert wel lekker terug. Hij veert super goed terug. Hij veert wel echt alsof het force feedback is bijna, maar nee, oké. Okay. En hij is super stevig en zwaar, vind ik. Tenminste, hij is niet zwaar, maar hij staat heel stevig op je bureau of je... Maar dat is natuurlijk ook alweer een ding. Het is natuurlijk niet gemaakt voor op schoot, neem ik aan. Je moet echt wel een bureautje erbij hebben, wil je hem goed gebruiken. Nou, dat hoeft dus niet helemaal, want als je... Ik heb zo'n lange lichtbank. Dus hij stond bij mij gewoon zo tussen mijn benen. Zo. Dat vond ik wel heel handig. Heel achterover. En dat kon ook gewoon. En deze vind ik gewoon het fijnst. Omdat hij blijft ook zitten waar je natuurlijk het gas op hebt. Ja. En dat is heel prettig. Want als je dat met een pookje doet in War Thunder, dan moet je echt de hele tijd dat pookje op die manier houden. Klopt. Terwijl, en hier zet je hem gewoon neer. Je bent klaar. Ik zit nou op 85% throttle. En als je de web hebt, weet je het overpoweren. De web, dat heet in War Thunder zo. Okay. Dan gooi je hem gewoon helemaal omhoog. Maar dan gaat je benzine heel snel, want dat vergeet je dus ook weer heel snel. Want je hebt het ook niet door, dat is wel een beetje het nadeel. Ja, als er nou nog een benzinemeter naast zou zitten, dan was het ding helemaal perfect. Maar ik snap het, cruise control is eigenlijk een ding, ja.
Het is eigenlijk een cruise control. Oh, het is een cruise control. Het is een cruise control. Heb ik niet eens in mijn auto, mensen. Heeft deze flight stick van, wat is het, 75, 80 euro wel gewoon? Zeker weten. Mooi. verder is er niet zoveel over te melden, want het is gewoon een goede flight stick. De PlayStation heeft niet zoveel keuze als het gaat om flight sticks, maar hij heeft vooral geen keuze als het gaat om vlieggames. Dus dat is het grote probleem. Waarom spelen zo weinig mensen op de PlayStation Vita? Niet omdat het apparaat zo vervelend is, maar omdat er geen software voor is. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze Thrustmaster flight stick. Het apparaat is prima, alleen we missen content. Dus een Ace Combat zou bijvoorbeeld wel naar PlayStation mogen komen. De nieuwe Tom Clancy's Hawks, al zie ik dat niet meer echt gebeuren. Jammer, maar inderdaad, een Ace Combat of in ieder geval een degelijke vlieggame zou wel fijn zijn. Ik snap ook niet waarom ze niet gewoon een flight simulator, echt gewoon zo'n echte simulator, poorten naar de PlayStation 4. Hoeveel moeite zou dat zijn? Farm Simulator draait, dus... Dude, Farm Simulator! Daar had je nog niet eens over nagedacht. Dat ik echt nog geen seconde over nagedacht. Zou ik liever een stuurtje hebben? Nee, ik weet man, niet welke dit is veel jij vetter. Bestuurt met een joystick. Maar... I don't know, het is super vet. We gaan het gewoon doen. Oh, en dat is heel belangrijk. Hij is natuurlijk ook voor PC, dan moet je wel met drivers aan de slag. Voor PlayStation is het letterlijk plug and play. Ik plugde hem erin. Ja. En toen startte ik War Thunder. En toen stond er echt gewoon, je hebt de Otis 4 nu, dus we hebben je instellingen gelijk veranderd. Ja, dat krijg je natuurlijk ook van omdat het samenwerkt met War Thunder. Je krijgt er ook shit bij. Ja, je krijgt een starter pack. Je krijgt een week lang gold lidmaatschap. Premium account? Ja, je krijgt een, dank je, premium. En je krijgt een vliegtuigje. Ja, de XP-38G Lightning Plane, rank tuurlijk. 2 van de USA. Tuurlijk, Lightning, anders... Ja, en uiteraard, hoe kon het ook anders, 500 Golden Eagles. Ja, daar krijg je er ook bij. Dus je merkt die War Thunder, Thrustmaster samenwerking hier heel erg goed. Dat komt ook omdat er niet zoveel keuzes. het is een goede flight stick. Maar we gaan binnenkort meer flight sticks behandelen. Grotere ook, met echt peripherals erbij. En dan gaan we ook flight simulators proberen. Dus dat komt binnenkort. Als je zeg maar gewoon een flight stick wil voor je PlayStation 4, is dit wel gewoon het instapmodel. Heeft alles wat je nodig hebt. En geen boostpas, maar wel gewoon degelijk. Ik heb Tom's woord gepakt. Ja, zeer degelijke conclusie van Peter. Over een degelijke flight stick. Degelijk merk, degelijk spel. Dus ik vond het een degelijke gamersnet hier. Tot de volgende degelijke week. Degelijke middelvinger voor jou. Degelijk. Nee, degelijk pijn aan mezelf. I know. Degelijk. Als ik je dood mag. Oh, ja.